Lex Schoenmaker, Zweden, Engeland. Als we kijken naar de eerste wedstrijd, dan moet Zweden eigenlijk winnen. Ja, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Want beide spelen natuurlijk een Engels systeem. Nou, Engeland is natuurlijk normaal dat die Engels spelen. Maar Zweden, ja, die als je zelfs in Zweden bent, dan zie je alleen maar Engelse wedstrijden. Dus die hanteren ook een 4-4-2 systeem. Nou, Engeland is daar natuurlijk ook 4-4-2. Dus Engeland, de uitvoering is wat beter. Die hebben wat betere voetballers lopen. Behouden ze dan Ibrahimovic, hè, daarbij, bij Zweden. Maar ik denk dat Engeland het gaat redden tegen Zweden. Je zegt het al, Ibrahimovic doet wel met Zweden mee. Rooney niet met Engeland. Dus Zweden heeft wel een echte topspeler aan boord. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen dat hij in de eerste wedstrijd, dat hij dit ook liet zien dat het een topspeler is. Hij zet ook één of twee Zweedse mensen, zoals die bij Feyenoord gespeeld, Elmander, zetten die zo vrij voor de goal. Dus wat dat betreft heeft hij het in hem. Ik bedoel, bij Ajax was het al een redelijk goede speler, maar hij heeft natuurlijk bij AC Milan is het toch absoluut top geworden. Je hebt meer gevoel voor de kansen van Engeland. Denk je dat zij ook in het toernooi hoge ogen kunnen gooien? Ja, dat hangt van deze wedstrijd af. Winnen ze, dan hebben ze 4 punten. Dan hebben ze een hele grote kans om door te gaan naar de volgende ronde. En natuurlijk ook hun voorbereiding op het EK. Er is ook poolwinnaar geworden. En net zoals Nederland, dus eigenlijk onbegrijpelijk, poolwinnaar worden en dan... Ja, zou het bijzonder jammer zijn, zo'n topploeg, hè, zo'n topland, dat die niet gewoon weer bij de kwartfinale, halve finale is. Want daar gaat het mis altijd bij Engeland. Prognose Engeland-Zweden? Ik denk dat het 1-0 wordt voor Engeland.